val ik op vrouwen. Ik heb heel lang getwijfeld om mijn verhaal te vertellen. Dit is ook zeker geen standaard verhaal, maar wel een die gedeeld moet worden. Vroeger was ik een vrolijk, aanwezig en zelfverzekerd kind. Ik had kort haar en kleedde mij stoer, want dat vond ik mooi. We hebben al wat speelgoed in. Ik kan nu beginnen met praten. Op de basisschool vond ik voor het eerst een meisje leuk. Mijn zusje had dat door en outte mij naar haar. Op dat moment realiseerde ik mij dat dat raar was en schaamde ik me. Ik ben toen meteen de wc ingerend en eigenlijk pas een jaar geleden eruit gekomen. Aan het eind van de basisschool werd ik ook gepest vanwege mijn Aziatische uiterlijk. Ik kwam erachter dat, in tegenstelling tot wat ik zelf dacht, mijn uiterlijk anders en ongewenst was. Mijn eerste reactie was, ik moet mij aanpassen. Ik liet mijn haar langer groeien en kleedde mij meisjesachtiger in de hoop dat ik er dan wel bij zou horen. In de tweede klas van de middelbare werd ik opnieuw gepest door jongens op school. Ik haatte het feit dat ik er anders uitzag. Ik wilde niet anders zijn en deed er dan ook maar alles aan om niet op te vallen. Het spontane en vrolijke meisje van vroeger werd steeds onzekerder en keerde meer in haarzelf. Vriendinnen om mij heen kregen vriendjes en ik nam er ook maar één om erbij te horen. Al die tijd vond ik stiekem meiden leuk, maar ik deed er verder niks mee. Want in mijn hoofd zou ik nooit lesbisch kunnen zijn. Dat zou namelijk betekenen dat ik naast Chinees ook nog eens gay was. En dan was ik weer anders. Nee. Dat moest ik koste wat kost voorkomen. Soms vroegen mensen wel eens, heb je een vriend? Of een vriendin? Dan zei ik heel snel, nee, ik heb geen vriend. Want ik was altijd bang dat mensen misschien iets door hadden. Ik haatte de middelbare school. En toen ik geslaagd was, wilde ik die tijd zo snel mogelijk achter mij laten. Ik heb de jaren daarna een paar keer een relatie gehad, maar nooit echt iets serieus. Ik had altijd het gevoel dat er iets miste. Dat er iets niet klopte. Maar ik kende jou als gewoon iemand die maar altijd een vriendje had. De jaren gingen voorbij en ik had besloten om er gewoon helemaal te stoppen met daten. Af en toe vond ik nog wel een meisje leuk, maar ook daar deed ik weer niks mee. Ik was altijd open-minded naar andere mensen toe, maar ikzelf? Nee. Ik zou nooit lesbisch kunnen zijn. Dat had ik mezelf na al die jaren zo aangepraat dat ik het inmiddels heilig ben gaan geloven. Naarmate ik volwassener werd, werd het idee dat ik misschien op meiden zou kunnen vallen steeds minder ongemakkelijk. Maar het uitspreken durfde ik nog niet. Dat veranderde één jaar later. Juli 2021 sprak een meid mij in de club aan, die ik al zag zitten, met de vraag of ik hetero was. Ik zei, zonder erbij na te denken en een paar drankjes op, ik weet niet wat ik ben, maar ik hou niet van labels. Het klinkt misschien onbelangrijk, maar dit was een gigantisch moment voor mij. Opeens zei ik niet meteen meer nee en kreeg die kant van mezelf ook een plekje. Een eigenlijk heel simpele vraag had iets losgemaakt in mij en daarna ging het in een sneltreinvaart. Ik verhuisde naar Amsterdam en kreeg daar de ruimte om uit te zoeken hoe het eigenlijk zat. In een nieuwe grote stad kende niemand mij en kon ook niemand mij veroordelen. Dat gevoel was heerlijk. Op het begin twijfelde ik aan alles. Waarom ik me nu een beetje minder voel is omdat ik... Heb ik een beetje een crisis dat ik niet goed weet wat ik nou precies wil? Met alles, wie ik ben. Ik las artikelen met de vraag of ik gay was. Ik keek andere coming out video's en zocht elke keer voor een teken of bevestiging van mijn gevoelens. Ik heb meer onderzoek gedaan naar... mijn geaardheid. Uiteindelijk besloot ik dat het zoenen met een meid mij meer duidelijkheid zou geven. En in de pandemie ging ik maar op Tinder. In het begin nam eerst mijn onzekerheid weer over. Wat als niemand mij rechts swiped? Hoe moet je eigenlijk flirten met een meid? Wat nou als ze me raar vinden? Ik heb zo meteen mijn eerste date. Met een meid. Ja, ik ben nerveus. Uiteindelijk was mijn eerste zoen met een meid een magisch moment. Op dat moment viel alles op zijn plek en wist ik, wauw, dit ben ik. Het is nu zo bizar om terug te denken aan vroeger dat ik mezelf gewoon had overtuigd dat ik op jongens viel. En dat alleen maar vanwege de angst dat ik nog meer aandacht zou trekken en gepest zou worden. Steeds meer hechte vrienden had ik inmiddels verteld dat ik aan het daten was met meiden. Ze reageerden super positief en waren blij voor mij. Ja, dus je dacht dat je misschien ook wel op meiden viel, maar... En wat dacht jij toen ik dat zei? Oh ja, Jasmijn en meisjes, dat is eigenlijk best wel logisch. Volgens mij had ik er nog niet heel vaak over nagedacht daarvoor. En toen dacht ik echt van, wow, dat zie ik eigenlijk wel voor me. De enige die het op dat moment nog niet wisten waren mijn ouders. Het ging niet super goed tussen ons. En ik was vooral bang dat ze niet zouden reageren op de manier wat ik fijn zou vinden. En ja, ik wil er niet nog een irritatie bij. Eindelijk kon ik het niet meer inhouden en heb ik ze toch verteld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel nerveus was toen het moment daar eenmaal was. Maar ze reageerden super positief. Mijn vader zei dat hij zelfs wel door had dat er iets met me aan de hand was. En dacht, ja, misschien ligt het hier wel aan. Klaar? Maar hoe was het dan voor jou om uit de kast te komen? Afgelopen jaar ben ik behoorlijk vaak uit de kast gekomen. Elke keer weer vertel dat ik een vriendin heb op werk, nieuwe vrienden, andere mensen die ik ontmoet. En elke keer voel je toch even die angst voor een rare blik, een opmerking of misschien dat mensen anders naar je gaan kijken daarna. Ik ben super dankbaar voor het feit dat mijn omgeving mij zo heeft geaccepteerd en zo positief reageert. Het is ook niet het ding wat wij als vrienden
of überhaupt mensen erg zouden vinden. Dus ik denk ook niet, ja, waarom zouden we er überhaupt over nadenken? En helaas is dat niet voor iedereen het geval. Waar? Wat moet ik dan vertellen? Nou, wijs maar waar je gaat slapen. Kleine Jasmijn. Als ze zichzelf en haar gevoelens meer vertegenwoordigd had gezien in films, op straat of in YouTube-video's, dan had ze zich waarschijnlijk niet zo lang onderdrukt en zich geschaamd voor wie ze is. Dat geldt voor mijn uiterlijk, maar ook voor mijn geaardheid. Representation matters. En dat is een van de redenen waarom ik deze video nu maak. Als zij mij nu zou kunnen zien, zou ze zo blij voor me en trots op me zijn. Ik heb inmiddels ook een relatie en ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. De vraag die mij vaak gesteld wordt, ben je dan bi? Voel van, goh, ik ben er. Ik val vrouwen. En het is sincere, jij bent niet een mannelijke of vrouwelijke gay, want het is zeg maar een soort stigma of zo. Had al wel niks zeggen. Oh. Dat vind ik heel kut, hoe dat hij dat zegt. Sorry, ja, sorry. Het klinkt cliché, maar ik ben Jasmijn. Ik heb geen label en dat wil ik ook niet. En papa, een soort, wat kan ik doen? Beetje beter. Wat? Een soort camelkleur. Camelkleur en een fedor. Is dat heel goed? Jij wil de blauw, hè? Wat? Jij wil de blauw. Ik heb blauw, kan ik toch roze en wat kan ik met die camping met oranje? Wat dan? Ja. Laat mij even, breng opa en opa maar even naar de badkamer.